Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe update video op Banjotown. Blijf vooral kijken, want we hebben heel veel updates. Het staat hier op papiertje, ik ga er een paar voorlezen. We hebben een app voor op je telefoon. We hebben een nieuwe Minecraft serie die eraan gaat komen. The Walking Dead, wat gaat er gebeuren als ik klaar ben met het spel? Gaat het verder, gaan we stoppen, gaan we door naar episode 2. En natuurlijk, Yuri gaat weg. Plus, er komen wat oude series terug op Banjotown. Deze update video wil jij niet missen. Blijf kijken, tot zo na de intro. Beginnen wij het allerbelangrijkste voor heel veel mensen. En dat is natuurlijk Minecraft. Ik moet direct zelf zeggen dat ik een beetje moe word van alle reacties over Minecraft. Maar vooruit, wij bij Banjotown zijn ook niet de minste. Wij doen nog wel iets met Minecraft. De laatste paar weken hebben we Cocks and Rubbers en The Walls gedaan in Minecraft Multiplayer voor jullie. En daar reageerden jullie heel enthousiast op. Dus aankomend weekend komen nog een keer 2 Minecraft afleveringen online. Aankomend weekend 2 nieuwe Minecraft video's. Dat is natuurlijk gruwelijk voor jullie. Alleen er komt nog wat vetters aan. Namelijk een nieuwe Minecraft serie. Het unieke aan deze serie is dat als de serie begint, weet ik wanneer die gaat stoppen. Het is een Minecraft Hardcore Survival serie wat inhoudt dat ik elk moment van de serie dood zou kunnen gaan en dan is het ook over. Ik ben de serie nu nog aan het opnemen. De serie heet Banjopia. Een ripple van Utopia. Ik ben nu bezig met het laatste beetje opnemen van The Walking Dead. Als ik The Walking Dead heb uitgespeeld, stop ik met The Walking Dead voor nu. Totdat episode 2 helemaal klaar is en ik die in één druk door kan spelen met jullie. Yuri Mooijman, onze favoriete cameraman en de presentator van Town News, die gaat ook weg aankomende zondag voor 2 maanden naar New York. Yuri's smoes is dat de Engels wil gaan leren op een groot Amerikaanse campus. Alleen iedereen weet dat niemand Jordi mag en iedereen wil zo ver mogelijk weg van Jordi. Dus no worries Yuri, ik ga ook naar New York. Zo snel mogelijk met Rick en Vincent. En dat brengt mij bij het allerlaatste van deze video. Namelijk de oude series die terug gaan komen. Aankomende vrijdag begint Vraag je Vrijdag weer op Banjotown. Op zaterdag hebben we de nieuwe serie Old School Zaterdag. En op zondag komt Jordi direct weer terug met Wat je niet wist. Rick's avonturen en de dinsdagtip komen ook nog terug. Alleen die komen pas over een paar weken terug omdat er heel veel productie in zit. Vanaf april willen wij gaan werken vanuit de Banjo Studios. Heb je bijvoorbeeld Old School Zaterdag, wat nu al online is. Dat is opgenomen in de Banjo Studio. En wij willen heel veel meer vette shit gaan opnemen in de Banjo Studio. Dat is ook de reden waarom Bardo zondag niet terugkomt. En dat je vanaf april de schuwelijke shit kan verwachten vanuit de studio. Als laatste van deze hele video is er nog één dingetje. Wat jouw leven nu wel echt even gaat veranderen. Het is 3 dagen geleden geopend, nu inmiddels al 10.000 keer gedownload. Nummer 1 in de App Store, nummer 2 in de Android Store. Nee, volgens mij is er ook nummer 1. Ik ben nu gewoon aan het optellen, dat moet ik niet doen. Geloof mij, deze app is nu al een weergaloos succes met duizenden, miljoenen downloads en jij kan daarbij horen. Het vette aan Collab is dat het alle YouTubers samenbrengt, alle kijkers samenbrengt en daarnaast nog een soort interactie tussen de YouTubers en de kijker gaat vormen. Interactie is trouwens al een heel duur woord, had ik niet zo over zeggen. Met interactie bedoel ik eigenlijk zoveel als exclusieve livestreams, Q&A's, misschien wel exclusieve video's. Nou, wat voor reden heb je nog meer nodig om Collab te downloaden? Dylan Hagens, Realiteit en ikzelf, Bardo Allen, zijn nu onthuld voor de app. Waar wacht je nog op, man? Exclusieve video's plus nog een keer een gruwelijke shitload aan YouTubers. Collab.tv. Download hem even in de beschrijving. En geloof mij, jij gaat er fucking veel plezier aan beleven. En daarmee wil ik iedereen bedanken voor al het geduld wat jullie hebben met Banjotown. Ik ben serieus super blij met jullie enthousiasme. En dat jullie bereid zijn om video's af te kraken, op te bouwen en mee te denken over Banjotown. Daardoor wordt Banjotown gewoon gruwelijk en beter dan het ooit was. Dankzij jullie. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later! Banjo!